Zo mensen, nou welkom bij een nieuwe vlog. Zoals jullie in de kleine aankondiging al hebben kunnen zien, gaan we vandaag beginnen met de diagnose stellen voor de rally. Waarom hij niet loopt. Goed, om het verhaal te beginnen. De beste eigenaar had hem na 10 jaar lang weer eens een keer opgestart. Toen lekte hier een brandstofleiding en die lekte op het uitlaatspruitstuk. Dus nou, paniek, ding uitgezet en daarna toch gewoon niet meer willen lopen. Nou ja, waar kan dat hem dan in zitten? Brandstof, daar beginnen we mee. Nou, deze types hebben twee brandstofpompen. Eén opvoerpomp in de tank, die zit daar in je tankvlotte verwerkt. En één pomp, dat is de hoofdpomp, die zit hieronder achter dit kapje. Zie je die slangetjes? Nou, voor jullie weet, deze dingen zijn niet meer te koop. Mocht je ze nog kunnen vinden, nieuw. Nou, ik zou zeggen, denk maar rustig aan een maandloon. Dat ligt er een beetje aan wat voor de loon je hebt natuurlijk, maar zo'n ding kost gewoon rustig 1500 euro. Spul is zo verschrikkelijk schaars. En dan heb ik het over nieuw, hè jongens, want er zijn gasten bij die hebben dat nog nieuw liggen. Dus ja, we hopen dat die pomp niet stuk is. En als die wel stuk is, dan moeten we kijken of we een alternatief gaan bedenken. Hier zit de opvoerpomp. Zoals jullie kunnen zien, heb ik hier twee stekkertjes gestoken. Over de binnenste twee pinnetjes. Die buitenste twee, daar staat constant spanning overheen, want dat is je tankvlotter. Hé jongens, dit wordt een gaaf project, hè? We moeten dat hele ding nog half afbouwen en zo. En we moeten onderhoud plegen, dus doe even abonneren, jongens. Even abonneren, duimpje, altijd goed. Kijk, we draaien het contact om. Maar dan hebben we hierboven nog geen stroom. Ik zal eventjes dus hoe is het erbij pakken. Kijk, nul. Nou goed, wat is het nou? De motorregeleenheid die stuurt een signaal uit vanuit de motorregeleenheid op contact naar de beide brandstofpompen, onder en boven. En we moeten een beetje snel erbij wezen. We gaan het even proberen te laten zien, want mijn spanningsmeter werkt niet altijd mee. Gaan we er even, doen we even het contact uit. Zo. Doen we het lichtje aan. Kijk, zet ik contact aan. En dan geeft hij even 9 volt. En daarna weer 0. En waarom doet hij dat nou? Dat doet hij ervoor. Stel, jij krijgt een ongeluk. En je motorblok, die scheurt er gigantisch uit. Je klapt op een boom en de motorblok vliegt weg. Als de motor geen loopsignaal hebt, dan draait de brandstofpomp niet. Hij gaat even een seconde of 2-3 aan met contact maken, zodat hij de druk opvoert naar de motor. Maar hij gaat pas bij het starten, gaat hij echt spanning geven. Dat gaan we straks even bekijken. We gaan eerst even deze twee benzineleidingen, brandstofleidingen voor het mooie gezegd, even vervangen. Dat we zeker weten dat daar geen lekkage meer kan komen. En als we dat voor elkaar hebben, dan kunnen we starten en dan kunnen we kijken wat er gebeurt. En dan met name wat er gebeurt. Hij heeft natuurlijk even gelopen en toen sloeg hij af. Ik denk zelf dat deze pomp niet opvoert naar de hoofdpomp onder de auto. Waardoor de brandstof niet uit de tank vandaan komt. Dat is wat ik denk. Dus ik heb hier nu een slangetje opgezet, een loos slangetje. Zien jullie dat? Zo. Die gaat naar dit tankje toe. Dat, en eigenlijk, als ik hem dus tientallen keren op contact zou zetten, dan zou dat tankje vol moeten raken. Maar ja, dat gebeurt niet, want er komt echt, jullie kunnen het misschien wel zien, deze leiding hier ook. Is echt kurkie, kurkie, kurkie erover binnen. Heb ik een knappe looplamp? Ja. Hier heb ik een knappe looplamp, kijk. Die leiding is gordroog. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat deze pomp niet werkt. Ik denk dat ik hem gewoon ook gelijk eruit haal. En dan kijken wat er gebeurt als we hem naast de auto hebben, zogezegd. Het kan misschien wezen dat er een contactje slecht is binnen in de flotter. Dat hoop ik dan maar. Dat scheelt weer kosten. En anders moeten we kijken of we hier iets vervangend voor kunnen krijgen. Het is gewoon een Bosch pomp volgens mij. Er staat nog een onderdeelnummer op. De 191-919-051B. Dus ja, we gaan even kijken of dat lukken wil. Stay tuned guys. Oh, muziekje even zachter. Pauze, anders wordt YouTube gek. Hey jongens, techniek uitgebeeld.
We hebben de pomp eruit gehaald. Nou, even beginnend bij het begin. Even kijken. Oh, wacht eens even. Ik zat verkeerd aan meten. Kijk jongens, we hebben de buitenste twee. Geel en zwart. Die gaan naar het pompje. Het pompje ziet er wel echt zo oud als de weg naar Rome uit. Maar kijk hoe dat eruit ziet, jongen. Die tank, de brandstof moet eruit. Dat sowieso. Dat is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een pompje, die pompt het omhoog. Zo. Via dit lijntje wat ik vast heb. Zo, en dan... En die andere, dat is gewoon een, die pist gewoon terug in de tank. En hoe zit het nou met zo'n tankflotter? Dat zal ik je ook gelijk laten uitleggen. Op blauw zetten we plus. De geribbelde halve ronde rand die je ziet, dat is een weerstand. Aan het begin van de weerstand komt 12 volt binnen. Aan het begin van de weerstand hebben we 12 volt. Aan het einde van de weerstand hebben we, nou, laten we zeggen 3 volt. Dit armpje hier ook, deze, die gaat op en neer. Dat is de massa eigenlijk, dus de gestuurde plus. Dus die schakelt terug, die geeft terug aan de sensor. Dus wat krijg je? Via blauw gaat stroom erop, 12 volt. Dan halverwege zitten we ongeveer op 7 volt. En dan gaat via dit armpje, achterlangs, via het zwarte draadje hier ook, gaat het terug naar het metertje. En dan heb je dus een circuit waar je van 12 naar 7, waar je 5 volt verloren bent eigenlijk. En dat geeft dan, op je klokje, op je dashboard geeft dat aan, van oh ja, 5 volt verloren is halve tank. Als we hieronder zijn, we hebben nog maar 3 volt, dan zijn we 9 volt verloren. En 9 volt verloren betekent lege tank. Zo werkt die techniek een beetje. Dat is eigenlijk rete simpel natuurlijk. We gaan even kijken. Deze twee draden, dan gaan we daar nog eens een keer over meten. Kijken of dat lukken wil. Dat zijn dus die buitenste twee pinnetjes. Zo mensen, zijn we weer. Kijk, het pompje was stuk. Nieuw pompje. Viel mee, 65 euro. Geen VDO, maar een Pierenburg. Voor de mensen die er wat aan hebben. Hier het nummer. Goed, wat we nu dus een beetje hadden. Kijk, de zeefje wat onderop zat. Dat zit geklemd. Nou, dat is hier afgebroken. Dat kun je wel zien. Ik wou het zeefje eraf halen. Dat brak af. Dit is een blikken metalen ringetje. Nou, het is een beetje verrot van binnen. Dat gaan we even schoonmaken. Dit kroontje, dat buigen we even recht weer. Dan steken we hem van achteren hier erheen. Dan douwen we die lipjes even om weer. En dan het zeefje erin. Maar we gaan alles even reinigen. En als dat lekker schoon is, zit het weer fris in elkaar. En dan kan het door middel van dit slangetje kan het weer vastgezet worden op de tankflotter. En dan is dat gedaan. En voordat we hem aansluiten, gaan we eerst die tank leeghalen. Want daar zit echt een soortje bende in, dat wil jij niet weten. Ik heb hier al, zoals jullie kunnen zien, een rubberen slang erin gestoken. En die zit nu nog in het vaatje, maar die halen we straks er even uit. Die hangt hier. Op mijn werk score ik even een 60 liter drum. Die zetten we eronder. Dan is het eventjes de communicatie van de... de wet van de communicerende vaten. Dus als we dan beginnen te sukken aan het slangetje, net als in een oude... Die A-team aflevering, hè, jongens? Zullen we daar maar op houden? Lijkt me een goed plan. Beetje op zijn BA Barrackers. Beetje zuigen, zuigen, zuigen. En dan laten we gewoon lekker leeglopen in dat vat. Via gewoon de tankopening. Althans de flotter doorgang, hè, waar je pomp en je flotter in zitten. En dan kunnen we dat mooi leeg laten lopen. Dan is dat is dan prima voor elkaar. Als we deze in elkaar hebben, gaan we ook voor de brandstofleidingen nog eventjes even fixen. Maar ik ga eerst dit eventjes even lekker in elkaar bouwen en reinigen. Zo jongens, zeefje even schoongemaakt met een nagelborsteltje en water. Beetje uitgeblazen. Er zit een klein riggeltje in zoals jullie kunnen zien. Kijk, hier hebben pikjes omgebogen. Dus deze klikken we. Ik moet het eventjes met twee handen doen. Want het is nogal... Bijzonder teerspul. Klik. Zo. Die zit. Dan hebben we hier nog het kroontje. Kijk. Dat was het kroontje, het hulsie. En als het goed is. Het blijft staan. Zo dat. Best wel een beetje eng trouwens om dat zo te doen. Ik denk beter. Eens dit kan loshalen.
aan de buitenkant ga drukken, heb ik kans dat ik het stuk druk. Ja. Kijk zo, die zit hier klemt er goed overheen. We hebben hier op de kern gedrukt, niet hierop. Dus als je hierop drukt, dan krak, slaat hij dubbel. Kapje erop. Kijk eens. Dat is misschien wat het leukste van dit hele vak. De boel weer een beetje tot leven wekken. Mooi schoon allemaal. Goed, gaan we er nog een slangetje op zetten. Zo, kijk. Goed, blazen we even de tankvlotter zelf blazen we nog even uit. En dan, als dan de tankvlotter ook mooi schoon is, dan kunnen we de boel weer assembleren. Haal even de stekker even los. Blazen we even dit toetje door hier dan. Al de rommel eruit. Dan is dat weer netjes. Ja, en dan ken je weer. A few moments later. Zo jongens. Ik had het er net over met mijn huurbaas. Nou, zegt hij. Ik denk niet dat het lukken gaat wat jij wil. Deze benzine meurt trouwens oud, jongen. Het lijkt wel... Nou ja, goed. Hij zegt, ik denk niet dat het lukken gaat wat jij wil. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb een slangetje in de tank gehangen. Pak ik dit even weg. Zo. Ik heb een slangetje in de tank gehangen. En dat slangetje, als je beneden aan dat slangetje gaat zuigen, dan komt er in feite benzine uit. En dan krijg je de wet van de communicerende vaten. Hè? Dus de ene gaat drukken. Althans, het gewicht van deze brandstof drukt en het heeft maar één uitweg via het slangetje en het gaat dan naar beneden toe, want ja, zwaartekracht helpt mee. Maar goed, met een beetje sukken wou het niet. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik doe gewoon een prop, doe ik zo, erin. En dan blaas ik met lucht. En dan krijg je een overdruk in je tank en dat kan maar één kant op. Dat is via de tankontluchting. Maar ja, als jij meer lucht inblaast als de tankontluchting kan verwerken, dan druk je dus de brandstof via dit slangetje, wat hier al achterlangs loopt naar beneden toe, druk je het zo naar het vat wat hieronder staat. En dan kunnen we mooi die tank leeg halen. Dus vanmiddag even euro 98 erin. Even 5 liter. De nieuwe brandstofpomp erin. En dan hoop ik dat we dus kunnen starten morgen. Of althans, vanmiddag al. Dat zal leuk wezen. Als hij helemaal loopt, dan is het prima. Dan kunnen we gewoon verder gaan met het reguliere onderhoud. Want ja, Jelle die heeft er allemaal spullen bij gedaan. Brandstoffilters, oliefilters, noem het maar op. Dus hij zegt, joh, dat moet vervangen worden. Dan gaan we dat doen, geen probleem. Dus moet goed komen. We gaan kijken hoe dat in zijn verloop gaat. Abonneer eventjes, gewoon even een klikje doen. Druk even op het belletje, dan is het helemaal mooi. Want dan houdt YouTube je op de hoogte van hoe het gaat. Dus al met al gewoon prima. Dus doe het voor mij, heb ik ook weer mijn plezier. We gaan nu op naar de 500, jongens. Denk erom, 500 volgers. En dan misschien nog, ik hoop dat we ooit 1000 gaan halen. Dat zou wel mooi wezen. Nou goed, jullie kunnen zien nog wat spulletjes op de achtergrond. Daar staat nog 1.8 Turbo project. Er kwamen alweer aanmeldingen voor met iemand die zei, joh, ik heb een Golf 4 Cabrio. Die komen trouwens morgen, die gasten. Kunnen we even komen kijken, weet je wel, dat je even wat dingen benoemt en bepaalt. Dus dat is morgen. Even kijken wat er mis mee is. Dus ik heb genoeg te doen. Zo mensen, nou, wat hebben we tot nu toe verder gedaan? Ik zal het jullie even laten zien. Retour en druk. Hebben we gewoon nieuwe slangjes opgezet. Die andere slangen waren officieel volgevormd. Liggen hier ook. Wat er nu op zit kan ook hoor, dat is allemaal prima. Dus dat was dat eigenlijk. Er was nog een stukje brandstofleiding, een stukje PVC-leiding was nog niet helemaal goed. Dat heb ik eigenlijk ingekort. Waardoor je zeker weet dat er geen lekkage zit in die PVC-leiding. Ik vond de leiding op een paar plekken flink geknikt en beschadigd. En dat was een beetje jammer. Let wel trouwens, als je die leiding inkort, dan moet een metalen hulsje moet er in die leiding zitten. Die kun je vaak krijgen in de pneumatiekwereld. Dan heb je ook voor PVC of kunststof luchtdrukleidingen. Als je met een snijmoer gaat
gaat knellen, dan wil je een body hebben aan de binnenkant. En de PVC, dat is te onstabiel om dat goed te kunnen knellen. Dus, dan moet je een binnenhuls moet erin zetten. Nou, dat moet hier ook, want als je dan je slang een klein beetje aandraait, heb je kans dat je je leiding verknettert en dat je dus alsnog geen afdichting hebt en dus ook een lek hebt. Goed, nu zijn we op het punt gekomen dat we het laatste beetje brandstof uit die tank vandaan gehaald hebben. Jullie hebben net al kunnen zien dat ik natuurlijk met de wet van de communicerende vaten dat grapje uitgehaald heb, waardoor die tank zo goed als leeg liep. Alleen de laatste delen wouden niet. Er ligt ook een beetje rommel onder op die tank. Kijk, zie je dat? Dat ga ik proberen uit te zuigen als dat lukt. Maar die brandstof is 5, 6 jaar oud, dus dat moeten we gewoon vervangen. Klaar. Dus ik zuig hem helemaal leeg. En daarna ga ik kijken dat ik een... wat ga ik daarna kijken? Daarna ga ik kijken dat hij schone brandstof krijgt. En dan kunnen we hem even opvullen. Echt een meesterlijk ding, jongens, dit. Van een vacuumzuiger. Echt grandioos. Hij is van mijn werk, hoor, daar niet van. Maar hij staat achter in mijn servicebus, dus ik heb hem eventjes geleend. Maar super chill. Gewoon een beetje pompen zo. Dat ding begint vacuum te zuigen. En ik heb eigenlijk die tank zo goed als helemaal schoon van binnen. Eens even kijken, jongens. Dan zit een lampje erbij. Waar zijn we? Hier. Het lampje is niet zo heel sterk meer. Ik weet niet wat er aan de hand is. Is hier weer op? Ja, zal wel leeg wezen. Ja, trouwens, door de brandstof die er nu niet meer in zit, wordt het ook niet versterkt, het licht. Het is wel leuk dat AliExpress spul, maar het is echt alles of niks. Nou goed, hoe dan ook, ik ga even kannetje 95 of 98 halen, vul hem eventjes, tankding erin en dan kunnen we starten. Zo, leute, nou, net even brandstof gehaald. Dat gaat ook echt helemaal nergens meer over, jongen. Je ziet er van die grappige plaatjes over dat slachtofferhulp erbij zit. Of dat als je een rijke kerel wil trouwen, dat je ze moet zoeken bij het tankstation. Maar serieus, hè? 11 liter voor 27 euro. Echt bizar. Bijna 2,50 liter. Gaat helemaal nergens over. Nou goed, we gaan het tankje even afvullen. En dan gaan we kijken of dat een beetje of je het doen wil. We hebben er een tweede probleem bij. Die ene brandstofpomp die ik dus vervangen had. De tweede pomp die lijkt het ook niet te doen. Ja, dat is ook wel enigszins verklaarbaar. Als daar een paar jaar oude benzine in gezeten heb en zo. Het is niet heel geleefd. Dus we gaan even kijken wat er gebeurt als we de brug iets omhoog doen. Dan hoop ik dat we kunnen zien hoe of wat, of die pomp echt stuk is, maar die pompen zijn niet zo makkelijk te vinden, dus dat wordt wel een dilemma. Kijk, Leute, deze pomp die hier zit, stekker lijkt goed, die pinnen lijken ook oké. Hier zit een filter en daarnaast zit de pomp. Dat is echt kut, jongen, dan moet hele kleren zo uit elkaar. Daar zat ik nog niet op te wachten eigenlijk. Nou, we gaan nog even meten in die stekker. Wie weet, is die stekker de boosdoener? Zo, jongens. Nou, onze missie strandt eventjes. We hebben die pomp natuurlijk vervangen. Oké. Okay. Maar ik had nog steeds geen brandstof aan de voorkant. Dus, wat heb ik gedaan? Deze bak hier, het plastic ding. Dat is, ja, ik moet eigenlijk goed zeggen, dit is een brandstoffilter. En hierachter zit een plastic bak. En waar dat slangetje op zit, dat is een pomp. Daarboven zit de stekker. Kijk, hier zit de stekker. Nou, die pomp die zit in die bak. Wat gebeurt er nou? Dat opvoerpompje in die tank, die laat die bak vollopen. En dit pompje pakt uit die bak de brandstof en duwt het via dit slangetje. Zo. Door het filter heen. En na het filter gaat het dus naar voren toe. Naar deze slang.
straks gewoon even vastzetten, want die hoeft dus niet los te hangen, want hier zit het probleem. Niet. Het probleem zit hem hier al, want als we dus de pomp overbruggen, dat is ook wel even handig om te weten voor jullie, jongens, goed opletten. Kijk, in feite is het zo. Die autobeveiligheid, die motorregeleenheid, dus de motorcomputer, die moet een motorloopsignaal hebben om de brandstofpomp aan te sturen. Stel dat je een ongeluk krijgt en je klapt tegen de bomen en je en je motorblok slingert eruit bijvoorbeeld, ik noem het even iets geks, dan heb je geen lopende motor meer en heb je kans op afgescheurde brandstofleidingen. Dus wat doet die motorunit dan? Die ziet dat er geen motor meer loopt, dus kapt hij de brandstoftoevoer af. Kortom, zolang de motor niet lopen wil, gaat die brandstofpomp ook niet draaien. En wat kan je dan doen om die brandstofpomp een beetje te neppen? Dan moet je er wel een klein beetje verstand hebben van zaken, maar... Let op. Op positie 12. Daar zit relais 80. En relais 80 kan voor mij ook een 82 wezen, is een brandstofrelais. Er zitten twee dikke strips op en twee duntjes. Nou, die duntjes zijn voor de aansturing. En die dikke strips, dat is de schakeling van deze kant naar die kant toe. De schakeling voor de brandstofpomp. Staat er een schermetje op? Ja, hier ook. Kijk, dat is code 30. Hè? Je kan je voorstellen, als je 85 stroom zet, dan gaat dat spoeltje hier in het midden, met een schuine streepje, dat gaat in werking. Dan sluit dat bruggetje daarboven. En dan heb je een verbinding van 30 naar 87. Wat kan je dus doen? Je kan met een draadje die grote strippen, die twee grote koperen strippen, die 30 en 87, die kun je dus overbruggen. Hier. Ik zal er even insteken. Luister. Horen jullie? Nou, wat jullie horen is dus het opvoerpompje. Dus het opvoerpompje, dat doet ze best wel. Maar die hoofdpomp die vanuit die bak de brandstof wegpakt, ja, die doet niks. Want, zoals jullie kunnen zien, er komt helemaal 0,0 in het tonnetje. Nou goed, ik kan jullie vertellen, ik heb een kennis, die heb ooit een keer twee van die bakken gehad, om er even een voorbeeld te geven. En die heb je volgens mij aan China verkocht voor alle twee €1200 in totaal. Zoiets, echt een ziekelijk hoog bedrag. Nieuw hè, zijn wel nieuw, origineel van W. Die troep is niet meer te vinden. Ik heb mijn twijfels dat het brandstofpompje nog wel te vinden is. Ik ben er een klein beetje bang voor dat die ook niet meer te vinden is. Misschien ook wel hè. Misschien is er ondertussen een fabrikant, VDO of Piedenburg, die ze nog wel maakt. Maar ik, uit mijn kennis ergens heb ik wel eens begrepen dat ze niet meer te krijgen zijn. Dan kunnen we een andere oplossing doen. Waaronder, ik meen, Fagnetics en Bolku hebben ze ook. Dat zijn aluminium vergaartankjes waar een Bosch-pomp ingestoken wordt. Principe is hetzelfde, alleen we moeten wel een hoop aanpassen dan. Ik ga even kijken wat het regelen valt. En dan moeten we dat gaan bestellen, dus daar zal nog een tijdje overheen gaan. Ik wil hem eerst lopend hebben voordat we gaan beginnen aan allerlei distributieriemen vervangen en zo. Want voor hetzelfde geld loopt die motor heel beroerd en moet er iets anders komen. Je weet het nooit. Goed, dus we eindigen even met deze vlog. Ik wou jullie bedanken voor het kijken. Wil je kijken hoe dit gaat aflopen? Doe even een duimpje. Nee, dat zeg ik verkeerd. Doe een duimpje als je de film leuk vindt. Doe abonneren als je wil weten hoe het afloopt. En als je op een belletje drukt, dan ben je helemaal een baas. Dan houdt YouTube jou op de hoogte wanneer ik weer wat post. Dus ik zou willen zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Wees een beetje lief voor elkaar. En tot de volgende. Later.